Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik weer een shoplogje voor jullie. Het is een kleintje en daarom ga ik er ook een soort lookboekje aan vastplakken. Dus ik ga alle items die ik in deze video laat zien ook eventjes in een leuk outfitje stylen die perfect is voor dit seizoen. Dus hebben jullie zin in deze video? Abonneer hieronder dan vast eventjes op mijn kanaal en doe natuurlijk een duimpje omhoog. En dan gaan we snel beginnen. Oké, ik begin eventjes met wat sieraden die ik heb binnengekregen van Ana Luisa. Even ter duidelijkheid, ik heb al deze items gekregen van de merkjes die ik zo laat zien. Maar dat betekent niet dat ik niet mijn eerlijke mening geef. Ik heb eigenlijk alles al gedragen. Dus ja, je kan ervan uitgaan dat ik alles gewoon echt super leuk vind. Maar daar komt het. We beginnen dus met Ana Luisa. Dat schrijf je op deze manier. Dat is een Amerikaans sieradenmerkje. Die echt hele mooie sieraden verkopen. Ze zijn allemaal, vrijwel allemaal in 14 karaat goud. Dus het is echt super mooi. Alle items zet ik natuurlijk weer in de linkjes in de beschrijving. Dus mocht je iets leuk vinden, kan je daar even kijken. Maar laten we beginnen met het eerste wat ik van hun heb gekregen. Ik heb deze items nog niet uitgepakt. Omdat ik ze graag even ook zo aan jullie wilde laten zien. Ik heb ze echt pas net binnen. Allereerst heb ik hier in ieder geval een heel mooi kettingje. Met een goud muntje eraan en er zitten een soort van steentjes. En het is ook echt heel mooi ingepakt. De achterkant zit in een soort envelopje ingepakt. En ik heb al eens eerder van dit merkje een aantal sieraden gekregen. En die blijven ook echt gewoon heel erg mooi. Het is echt wel van een hele goede kwaliteit. Maar ze zijn niet zo mega duur als je zou verwachten bij 14 karaat goud. Dus ja, het is echt wel de moeite waard om... Ja, als je op zoek bent naar mooie kwalitatieve sieraden, hier eens een kijkje te nemen. Oké, dit is dus de ketting. Hij heeft twee kanten. Ik liet jullie net de achterkant zien. Dit is de voorkant. Er zit dus een soort maantje in met een sterretje. Echt ontzettend mooi. En die ga ik zo meteen ook eventjes omdoen natuurlijk en stylen in een outfit. Ze worden ook allemaal super mooi verpakt in van die... Ja, soort van dustbags of zo. Echt heel erg mooi. Dan heb ik hier ook nog een paar oorbelletjes. Ook echt super mooi. Dit is echt iets voor mij. Ik draag eigenlijk vrijwel altijd ringetjes. Meestal zilver. Maar ik heb ook wel eens goud. Omdat ik dat soms mooier bij de outfit vind staan. En ja, ik was eigenlijk echt nog op zoek naar een paar mooie gouden ringetjes. Dus ik ben heel erg blij dat ik nu deze heb. Ze hebben ook zo'n heel handig sluitingje, wat ik heel fijn vind. Dit klik je lekker makkelijk dicht. Dus ook die ga ik zo indoen. Ook een perfect maatje trouwens, heel fijn. En dan heb ik hier nog een kettingje, ook echt heel erg mooi. Met een soort ja, sterretje eraan en een klein pareltje erin. En het kettingje zelf heeft allemaal van die bolletjes eraan hangen. Super mooi, echt een heel mooi subtiel kettingje. Precies waar ik van hou. Dus dat waren de items van Ana Luisa. Heel erg blij mee. Echt super mooi. Sieraden kan je eigenlijk nooit genoeg hebben wat mij betreft. En dan heb ik ook nog een paar items van Chiquelle binnengekregen. En daar ben ik echt heel blij mee. Dat heb ik dus echt allemaal al gedragen. Chiquelle hou ik gewoon echt van. Jullie weten het. Ik krijg daar heel vaak items van. En ik draag dat ook echt super vaak altijd. Oké, allereerst heb ik hier... Een cropped sweater. Deze komt net uit de was. Hij is lekker knal kanariegeel. Ik vind het helemaal fantastisch. Hij is dus cropped en er zit hieronder zo'n elastieke band. En daardoor ja, valt hij wel gewoon heel erg mooi poofy, maar strak aan de onderkant. En hij is vrij kort, maar ik vind dit het allermooiste staan op een, of een hele hoge broek, maar vooral op een rokje. Zo heb ik hem laatst ook gedragen. Dat zal ik zo meteen ook eventjes aan jullie laten zien. Ja, verder is het gewoon een simpele trui. Hij is lekker warm. Hij is ook zacht van binnen. Ik weet niet hoe dat heet. Is dat gevoerd? Ik heb geen idee. Maar hij zit in ieder geval echt super chill. Echt perfect voor dit seizoen. Ook heb ik een fantastisch mooie spijkerbroek van hun gekregen. Namelijk deze met een straight pijp. En aan de onderkant, ja, het lijkt alsof die is afgeknipt. Misschien is dat ook zo. Geen idee. Maar hij is echt super lang. Wat voor mij heel fijn is, want jullie kennen mijn struggle altijd. Dat bij mijn broeken vrijwel altijd te kort zijn. Maar deze is dat niet. Hij zit ook echt heel mooi. Ik vind de wassing ook heel mooi. Hij is super high waist. En ook deze heb ik al een paar keer gedragen. Omdat die gewoon fantastisch is. Dus die ga ik zo ook laten zien. Heb ik nog een trui van hun gekregen die ik ook al meerdere keren heb gedragen. Omdat het gewoon heerlijk is om zoiets te dragen. Dit is ook weer een sweater met, in de kleur wit. Met weer dat zachte van binnen ook.
En hieronder zit zo'n touwtje. Ik weet niet of je dat kan zien. Maar daardoor kan je hem strakker aantrekken aan de onderkant. Waardoor die ook een beetje cropped kan vallen. Ik had hem de vorige keer naar binnen een beetje gewikkeld, het touwtje. En dan valt hij echt heel mooi op de broekrand. En ja, jullie weten het. Ik hou daar heel erg van. En daarom heb ik hem ook al meerdere keren gedragen. Sowieso vind ik wit echt heel fijn. Het staat bij alles. Op een spijkerbroek, witte sneakers eronder en je bent klaar. Dat is echt mijn go-to outfit de laatste tijd. Een sweater en een broek en gimpen en I'm ready. Lekker simpel, ik hou ervan. Maar naast dat ik van simpel en sportief hou, ben ik ook wel echt een meisje. En draag ik ook heel erg vaak jurkjes en rokjes. Dus ik heb ook een jurkje uitgekozen. Deze heb ik alleen nog niet gedragen. Maar ik vind hem fantastisch. Hij is in een hele mooie roze kleur. Het is een beetje oud roze. Hij is heel wijd. Maar hij is wel getailleerd hier in het midden. Dus dat vind ik heel mooi. En dan denk ik dat het heel mooi is met een riempje eromheen. En ik denk dat dus een van die sieraden hier ook echt prachtig bij staat. Dit is echt wel zo'n kleurtje die het mooiste is met goud. Het is echt wel een warme kleur. Dus daar ga ik ook iets leuks mee doen zometeen. Ook van die leuke mouwtjes. Helemaal leuk. Linkjes staan dus in de beschrijving. En nu is het tijd voor een herfst lookbook. Oké, jongens, nou dit was de video van deze keer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een keer een soort variatie op een normale shoplog te zien met een klein lookboekje eraan vast. Laat eventjes in de reacties weten welke outfit jij het allerleukste vindt. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!